Hallo allemaal, welkom bij mijn wizard. En vandaag ben ik weer terug. Het is weer eventjes geleden. En ja, waarom? Ik had gewoon echt geen zin om video's te maken. Zo simpel is het. Ik heb ook gewoon een druk leven. En ja, aan het einde van de dag. YouTube is nog steeds mijn werk niet. Het is een hobby. En ja, ik heb ook gewoon werk en dat soort dingen. Dus ja, ik had het gewoon heel druk. En ik had gewoon echt een inspiratie om wat te doen. Maar toen heb ik een hele dure aankoop gedaan. En natuurlijk was ik bezig met de Star Wars reviews van de films daarvan natuurlijk. Ga ik nog steeds mee door, jongens. Maar ik was even inspiratieloos. En had eventjes een luie aanval of zo. Ik weet ook niet waarom. Maar ja. Toen heb ik dus dat even niet doorgezet. Maar dat ga ik ook door gewoon zetten. En ja, ik ben gewoon nog steeds volop bezig met dat soort dingen. Bekijken en dat soort dingen. En films kijken en dat soort dingen. Dat, daar wil ik nog steeds mee doorgaan met een filmreview en dat soort dingen, weet je wel. Dus, maar goed, wat ik heb gedaan is een behoorlijk grote aankoop. Jullie kunnen het dan natuurlijk al zien aan de titel. Maar ja, ik heb een behoorlijke, dure, grote aankoop gedaan. Ik was bij de Intertoys een tijdje geleden met mijn vriendin. En daar was opeens een kortingsdingetje en dat soort dingen. Waarin dus ook korting was op het kasteel van Zwijnstein natuurlijk, van Harry Potter, het Zwijnstein kasteel. Zeg maar een van de grootste Lego sets die ooit heeft bestaan. En dat is een set die ik dus nooit had gekocht. En nu wel. Dus ja, ik heb hier een enorme doos. Echt een enorme doos. Met het kasteel erin. En volgens mij was het uiteindelijk nu iets van, hoeveel was het? €399 was die volgens mij nu of zo. En normaal is die boven de 450 of zo. Dus dat was best wel insane. Maar ja, hier zit die in. Ik heb eigenlijk dat kasteel gekocht. En ik heb helemaal geen ruimte er eigenlijk voor dadelijk als ik weer naar mijn ouders moet verhuizen en zo. Maar I don't give a damn. Oh, mijn god. We gaan het eens dus even eruit proberen te halen. Als dat wil lukken. Ja, dat wil soort van lukken. Holy moly. Zo dan. Nou, de doos stond zeg maar zo in de winkel. Maar ik was bij de kassa met deze doos. Toen kwam ik aan. En ze zei zo van, ik heb denk ik nog een gloednieuwe achterstaan. Gewoon nog in verpakt en dat soort dingen. Dus die zal ik wel even pakken. Dus hij is echt nieuwer dan nieuw, zeg maar. Holy moly. En dit is, ja, dit is de duurste Lego set die ik ooit heb gekocht. De duurste hiervoor was van Spider-Man, de Daily Bugle. Natuurlijk, die had ik gekocht. En die was volgens mij 350 of zo. Deze was gewoon bijna €400. Dus ja. Holy moly. Oh. Ja, ik kan niet wachten om deze in elkaar te gaan zetten. Ik ga het wel verspreiden over meerdere dagen. Dus ja, deze video is verspreid over meerdere dagen. Mocht je dat als vraag hebben. Maar holy moly. Jeetje, wat is die groot. Canon, hé. Dit is echt een enorme doos. Maar goed, ik ga hem er gewoon uithalen. En ik had misschien wel even wat scherps mee mogen nemen eigenlijk. Maar wie weet is dat niet eens nodig. Goed, ik heb even het meest dichtstbijzijnde dingetje gepakt. Even een schroevendraaiertje. Daarmee kunnen we hem wel open krijgen. Ja, nou, dit is volgens mij tot een jaar of 2, 3 geleden of zo was dit een van de grootste sets ooit uitgebracht. Holy shit. holy shit. Even kijken. Er zit nog meer knapjes in. Ha. Holy shit. Oké. Wow. Ik zie hier zakjes 36. 37. Wow. Dat is echt een hoop. Nou, dan zal dit wel denk ik 1 tot 37 of zoiets zijn. En dan zal hier denk ik nog meer in zitten van die dingetjes en zo. Dat hier nog meer zakjes zitten. Er zitten instructies in en zo.
Okay. Oké, dit zijn volgens mij niet de beginzakjes. Ik weet het niet. Ik moet het even allemaal verdelen. Ik ga jullie eventjes wegzetten en dan ga ik het even allemaal verdelen. En dan, ja, dan ga ik je weer aanzetten. Want ik ga dit even allemaal uitzoeken. Hoe en wat en dat soort dingen. Holy moly. Oké. Ik heb alles even gesorteerd en dat soort dingen. En stapeltjes van 3 gemaakt. Dit zijn collega's de instructies. Holy shit, hé. Hey. Oké, dat is dat. Holy moly. Even kijken hoor. We hebben boek 4. Oké, er zitten er 4 boeken. 3, 2 en 1. 4 boeken. En het zijn ook echt dikke boekjes ook. Like, holy moly. Hoeveel. Dit is. Hier zit al. In de eerste boek zit al 145. Bladzijden, zo limon. En we hebben, even kijken. 1, 2, 3, 4 stickervellen. Ik heb nog nooit zoveel stickervellen gezien in mijn leven. Holy shit, hé. Wow. Het is goed dat ze me genummerd zijn. Want, man. Oké. Holy. Damn. Ik zou jullie even trouwens de zakjes laten zien. Wauw, oké. Oei, 37 zakjes, 37. Wat de hel, 37 zakjes. Wat de hel. Ik film het trouwens met mijn oude camera voor de dus duidelijkheid. Want die kan in één stuk doorfilmen. Dit voelt namelijk ook heel stuk lichter, zeg maar. Ik kan jullie veel lichter doorwiepen. Maar holy moly, zoveel zakjes heb ik... Volgens mij, nee, de Daily Bugle had niet eens 37 zakjes volgens mij. Oh mijn god. Maar goed, de reden waarom ik dit dus met een oude camera film, met mijn oude camera, in plaats van zeg maar met mijn, ik zal er wel even, de reden waarom ik het niet film met gewoon deze camera, met ja, mijn goede kwaliteitscamera om het zo te zeggen, is vanwege het feit dat deze maar een half uur tegelijk kan filmen. En daarna dan stopt hij zeg maar ermee. En dan moet ik hem zeg maar weer opnieuw op film drukken en zo. En deze kan in één stuk doorfilmen. Dus dat vind ik wat fijner zeg maar. En ja, op zich weet je. De meerderheid van deze video is alleen maar dat ik aan het bouwen ben. Want dat is dat ik natuurlijk ga laten zien. En dat ga ik natuurlijk in snelheid laten zien. Dus deze zijn echt meer voor de andere kwaliteit video's zeg maar. En ja, Lego video's is deze camera gewoon wat makkelijker voor. En wat fijner voor. Dus ja, holy moly. Maar ja. Wow, joh. En nu moet ik hier nog aan gaan beginnen. Juist. Even kijken. Het is vandaag. Het is vandaag de 1 februari toevallig. Het is 1 februari, woensdag 1 februari. 10 voor 1. Dus we gaan gewoon beginnen aan de eerste zakje. Zakje. En dan gaan we het wel zien. Ik heb al een paar dingen gewoon om het Lego en zo in te doen. We gaan boekje 1 er gewoon bij pakken. Ik ga boekje 2, 3, 4 hier neerleggen. Nou, waarom noem ik het überhaupt een boekje? Het is gewoon een heel boekwerk. Heel, ja, wauw. Oh mijn god, jongens. Ik ga het eerste zakje pakken. Dus dit zakje. En dan gaan we een beginnetje maken eraan. We gaan het eens even zien. Goed, ik ga jullie even een beetje optimale hier neerzetten. En dan, wauw, gaan we eraan beginnen. Holy moly, ik ga jullie denk ik zelfs zijwaarts zetten. Dat is misschien wat een betere view. Ik ga het even zien. Goed. Let's start the music. Let's go.
We'll be right back.
Thank you.
Thank you.
We'll be right back.
het is eindelijk gelukt hoor, jongens. Hij is af. Het is ondertussen alweer een paar dagen later. En ja, holy moly, hij is eindelijk klaar. Nou, ik heb hier toevallig net de video ook van de bezem heb ik volgens mij 2 dagen geleden gefilmd of zo dat is. 2, 3 dagen. Dus ja, die heb ik nu gefilmd. En nu is het eigenlijk tijd om deze eventjes af te gaan filmen. Want holy moly, het kasteel is klaar. Holy damn. En in deze doos zat het natuurlijk allemaal. En wauw, oh mijn god. Ik ga deze kasteel eventjes handig zetten. Dat ik er goed omheen kan lopen. En goed aan jullie alles kan laten zien qua details. Want holy moly, dat heeft hij een hoop details. En dan ga ik natuurlijk ook even de voor- en nadelen vertellen. Over dit, dit kasteel bouwen. En überhaupt in je collectie hebben. Dus ik ga hem eventjes goed zetten. Nou oké, okay, goed. Zo, even van de voorkant natuurlijk. Dan hebben we natuurlijk al deze kleine bootjes en zo. En de beugel natuurlijk. En natuurlijk Hagrid's hutje. Samen met een enorme spin natuurlijk. En in de beugel zit ook de auto. De Fort Anglia en zo. En wat je natuurlijk krijgt zijn 4 minifigures. En dat zijn dus de 4 founders. Godric Gryffindor, Helga Hufflepuff. Salazar Zwadderich en Rowena Ravenclaw met al hun mooie logo's natuurlijk en hun mooie figures. Met natuurlijk het zwaard van Godric Gryffindor en ze hebben ook allemaal hun wands. Dus dat is super tof. Ik had wel gewild dat Helga Hufflepuff ook met haar cup kwam en zo. En dat Salazar Zwadderich met iets anders kwam nog of zo erbij. Dat is een beetje zeg maar hun dingetje. Want Rowena Ravenclaw heeft haar diadeem natuurlijk voor de rest op. En Salazar Godric Gryffindor heeft zijn zwaard. Dus Salazar Zwadderich en Helga Hufflepuff hadden op zich ook nog wel wat extra's bij de mogen hebben. Wat zeg maar een beetje hun key point is en zo. Nou goed, het eerste gedeelte wat je natuurlijk gaat bouwen is dit gedeelte. Dat is dit hele ondergronds gedeelte sowieso ook. En een van de eerste dingen is dus ook het boothuis. Nou, het boothuis is gewoon klein en schattig en zo. En heel leuk voor de rest gemaakt. En voor de rest al die stenen aan de zijkant en zo. Is super gaaf. En gewoon hier de binnenplaats en alles. En mooie klokkentoren. En alles heel gaaf. En zoals je hierboven ziet, boven de grote zaal, heb je hier natuurlijk allemaal deze dingetjes en zo. En daarboven zie je ook allemaal dementors vliegen. En dat zijn eigenlijk de enige minifigs die zeg maar die je niet zelf een plekje mag geven. Deze worden echt zeg maar aangewezen om hier te plaatsen en zo. En zo zie je het een beetje zo. En dan hier de mooie toren natuurlijk met de de hoornstaart in ieder geval. Ik kom even niet op die naam, joh. Een hele leuke figuurtje om te bouwen zo. En erop te zetten. Super grappig. En hij past er gewoon mooi bij. En alles. En dan heb je hier natuurlijk het tweede gedeelte. Dit gedeelte kan je ook los doen en zo. En het klikt voor de rest niet vast. Het zit gewoon best los zit het hier. Dus je schuift het er ook zo weer in. Zoals je ziet. En het zit voor de rest dan niet vast. Maar hier heb je dan in ieder geval een mooie bruggetje. En dan heb je natuurlijk die mooie extra torens. En een mooie ingang hier zo. Met ook weer allemaal van die leuke lichtjes erdoorheen. Dat als je de licht opschijnt, dan ziet het heel gaaf uit. En hier ook nog een binnenzaaltje en alles. En daarboven heb ik toevallig een minifig. Volgens mij een Bellatrix Lestrange. De microfigs zijn heel moeilijk te zien wie wat is en zo. Maar ja, dit is natuurlijk super sick qua details en alles. Hoe dit er allemaal uitziet en zo. En als we meer naar de achterkant gaan, dan zie je ook hier zo aan de binnenkant van de grote zaal. Super gaaf natuurlijk. En hier zie je ook weer de 4 logo's natuurlijk. En daarachter zie je de titels van de Umbridge natuurlijk, Dolores Umbridge. Waarin is die lijst en alles, de regels en zo. En dat ziet er heel gaaf uit en zo. En dan onder de grote zaal heb je de geheime kamer. En daar is toevallig Voldemort ook op dit moment. En die titels zijn ook super gaaf. Met natuurlijk de Basilisco die eruit komt. En volgens mij heb ik daar ook Harry. En je ziet er ook dat zwarte vlekje. Dat zal denk ik wel het boek zijn. Of de inkt die uit het boek is gekomen of zo. In ieder geval, het is een super klein leuk plekje. Heel gaaf. Een tweede is natuurlijk in de toren. En dan ga je gewoon helemaal doorheen en zo. Elke verdieping heeft wel iets. Onderop is de ingang van de geheime kamer. En daarna ga je naar de trappenhuis en zo, weet je wel.
Ja, en daarna ga je naar de badkamer, waar toevallig volgens mij Malfide staat nu op dit moment. En die details zijn ook super gaaf met de wc's en een van de meerminnen en zo. Jammer dat je niet jammerende Jenny erbij krijgt en alles, maar dat is wel heel gaaf, deze details allemaal. En hierboven heb je deze, ja, gouden vogelachtig iets. En daarboven heb je Perkamentus' kamertje met de ouderwetse Perkamentus. Net die van de Steen der Wijze en Geheime Kamer. En daarboven zitten nog wat schilderijen en zo. En in, daar zitten ook nog de varkens en zo zitten erin. En allemaal andere fotolijstjes en het zwaard zoals je ziet. Dus ja, die is heel gaaf. Als we hier weer naar onder gaan, naar het andere gedeelte. Heb je hieronder eigenlijk alles wat er gebeurt in de Steen der Wijze. Dus ja, we beginnen natuurlijk met de sleutels die je moet vangen met een bezem en alles. Daarna gaan we naar het schaken, waar Ron toevallig op dit moment ook is. En ja, die titels zijn ook super gaaf en zo, naar het schaken. En daarna gaan we natuurlijk door naar de spiegel, de Mirror of Ariset. Ariset, volgens mij was het of zo. Dus ja, dat is super gaaf natuurlijk. En zoals je ziet, met alle vuur erbij is heel gaaf. En als je verdieping hoger gaat, zie je de Chamber of Secrets. Bloed op de muur en zo. En dan zie je ook de titels van de Kamer van Hoge Nood. En daar zit een van de minifigs, volgens mij een zwadderaar, als ik het goed zie. En daarboven hebben we weer tegen de Zwarte Kunstenzaal, volgens mij. De klaslokaal, zeg maar, met Lupos zit daar volgens mij. En een andere zwadderaar, volgens mij. Dus ja, hele gave details met pixies en zo. Superleuk. En daarnaast hebben we Dolores Umbridge, haar kamertje natuurlijk, die helemaal roze is. En Dolores Umbridge zit er ook. Dus bam, weg. Dolores Umbridge, weg, weg, weg. Nou, als we hier natuurlijk hebben we ook nog een klein bruggetje en zo. En dan weer een mooie toren. En dan hebben we hier helemaal aan de andere kant hebben we nog wat andere details. Met volgens mij de Potion Brewing Class, hoe je het ook wil zeggen, zeg maar. Volgens mij een beetje piepachtig iets. In ieder geval, dit is allemaal ook weer met waar Snape en zo te vinden is. Volgens mij staat Snape hier ook. Ja, zou best kunnen. En daarboven hebben we iets, ik denk iets van de Gryffindorkamer, aangezien het allemaal rood heeft en zo. En daarnaast, allemaal lijstjes en zo. Ik denk dat het iets met leden te maken heeft en zo. En daar hebben we die deur met nog een andere figuur van Ravenclaw, lijkt het bijna wel, volgens mij. En dan komen we hier bij de bibliotheek. En daar zie je ook weer mooi die lichtjes op de achtergrond en al deze dingetjes en zo met leren. En dan hebben we hier een mooie dakkie en alles. Dus ja, dit is de hele achterkant. Holy moly. Oeh, ja, dit was wat. Dit was echt wat om te bouwen. Holy moly. Nou, ik zet gewoon meestal de vier ontdekkers zet ik daar zo neer. En dan kijk ik daar een beetje naar. Deze zet ik er gewoon een beetje voor en zo. Ja, super gaaf. Dit kasteel is zo huge, jongens. Echt niet normaal. Nou, natuurlijk, elk voordeel heeft zijn nadeel. Dit kasteel heeft ook gewoon heel veel voordelen en heel veel nadelen om te kopen. Laat ik eerst beginnen met de positieve dingen. Dit is natuurlijk voor een Harry Potter collector super sick en een van de gaafste manieren om Zwijnstein, zeg maar, te hebben als, ja, gewoon een beeld, zeg maar, en zo. Want deze zet je helemaal zelf in elkaar en zo. Je hebt ook wel andere collectors items van Zwijnstein natuurlijk, waardoor je gewoon heel Zwijnstein hebt en alles. Maar ik denk dat er geen één zo gedetailed is als de Lego versie en dat maakt gewoon super sick. Dat is gewoon super gaaf. Natuurlijk de vier minifigs die je krijgt, die zijn echt super gaaf natuurlijk. Deze zullen waarschijnlijk nooit meer terugkomen als minifig. Dus dat was er nu in deze. Dit is de enige manier om ze te krijgen. In sets in ieder geval. Natuurlijk kan je ze ook wel ergens apart kopen of wat dan ook. Maar dan zullen ze waarschijnlijk best wel duur zijn. Aangezien dit de enige manier is om ze eigenlijk te krijgen via een Lego set of zo, zeg maar. Dus en ze zijn super gaaf. Super goed gedetailleerd en zo. Dus daar gaat voor de rest niks mis mee. En gewoon, alle details, alle kleine dingetjes qua klaslokalen. Dingen die zijn gebeurd in de films en zo. Met de Chamber of Secrets en de dingen in de Steen der Wijze en zo. En de draak, de mentors, weet je. Er zit van elke film zit er wel iets in qua details en dat soort dingen. En dat is gewoon super gaaf. Alle microfigures,
Ze zijn leuk om een beetje te plaatsen en zo. Maar het is heel lastig om te zien wat sommige figures zijn. Of ze nou gewoon een extra figure zijn die je gewoon ergens kan neerzetten. Of dat het echt specifieke figures zijn. Je kan ze op zich nog wel redelijk uit elkaar halen. Zoals bijvoorbeeld Pergamentus of zo. Of Voldemort. Die kan je nog best wel makkelijk ertussenuit halen van wat wat is. Maar toch, het is best lastig om goed te zien. Dus dat is het enige jammer. Aan die dingetjes. Maar voor de rest, qua details daarvoor, om ze echt neer te zetten en alles, is gewoon super leuk om een beetje een plekje te geven. Want ja, in de boekjes staat voor de rest niks. Dat zegt niet waar ze moeten worden geplaatst of wat dan ook. Dus het mag volledig eigen keuze zijn. Dus dat is hartstikke leuk. Natuurlijk is het normaal altijd wel je eigen keuze. Maar normaal wordt er wel toch wel een hint gegeven van deze hoort daar, deze is het leukste om daar in te zetten of zo door Lego. Maar bij deze niet, dus mag je echt volledig helemaal zelf bedenken. En dat maakt het wel leuk. Dat is op zich wel weer grappig met de microfigures. Ik heb niet zo heel veel microfigures in mijn Lego collectie volgens mij. Dus ja, het is best leuk om ze een paar extra te hebben. Voor de rest nu over de nadelen. Ik moet zeggen, ik heb een hele hoop kramp in mijn vingers gehad. Holy moly. Wat zitten hier veel kleine steentjes tussen. En ook echt het kleinste van het kleinste steentje. Er zitten hier ook allemaal, zoals je hier ziet, zitten allemaal van die puntjes en zo. Dat zijn allemaal kleine knopjes die je op elkaar moet klikken. En dan is er zo'n vierkantje dus op moet aanklikken. En dan moet je nog tussen verschillende steentjes zetten. Hij klikt zeg maar niet in een van die normale vakjes die je hier allemaal ziet en zo. Nee, hij moet er echt tussen klikken. Dus dat is echt zoveel gedoe. Dat is echt niet normaal, want het is heel krapjes en zo. Dus dat is denk ik wel een van de meest vervelende dingen van deze set. Is die kleine stukjes neerzetten. Je krijgt er echt kramp van in je vingers. Als je, ja, ik hoop voor u dat je kleine vingers hebt. Dat werkt het beste. Voor de rest natuurlijk ook, de prijs is gewoon enorm duur. De set is bijna overal alleen maar te vinden voor over de 400 euro heen. Ik heb hem toen voor 300 nog wat euro had ik hem. Wel bijna 400 euro, dus dat was wel een dingetje. Maar ja, het is toch een pittig dure set en je moet het er maar voor over hebben, zou ik zeggen. Ja, voor de rest kan ik niet iets negatiefs voor de rest daarnaast vinden. Naast de prijs en gewoon die kleine kleren steentjes, weet je wel. Voor de rest, deze set is super gauw te bouwen. Tuurlijk, het duurt echt wel even een tijdje om op te bouwen. Nou, in principe, als je eenmaal begint. Ik had bij het begin had ik echt wel eventjes moeite met van, man, dit gaat nog lang duren. Nou, op een gegeven moment dacht ik van, ik ga gewoon een lekker muziekje opzetten. En ik ga gewoon bouwen. En toen ging het heel lekker. Dus ja, en toen ging ik elke keer gewoon weer door. En lekker filmen. Dus ja, dat helpt wel. Dat hielp wel gelukkig. Dus, maar het is een lange beeld. Het is echt, het duurt heel lang voordat je deze hebt opgebouwd. Als je gewoon lekker een beetje langzaam gaat en wil genieten. Ik ben nog best snel geweest met bouwen. Maar toch, de details zijn awesome. Al dit ding, holy moly. Ja, super sick. Ik heb Swijnstein in mijn collectie. En hij is gewoon huge. Het wordt nu echt een gedoe om een plek te gaan vinden dadelijk in weer bij mijn ouders en gewoon in mijn gloednieuwe kamer. Dat wordt nogal wat. Maar ik heb er echt super zin in om deze te gaan displayen. Met natuurlijk bijvoorbeeld ook de bezem en zo. En dit wordt gewoon super sick, super gaaf. Ik heb er ontzettend veel zin in om deze een mooi plekje te geven. En voor de rest, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Mocht je toevallig geïnteresseerd zijn in deze set, ik zal een linkje in de beschrijving zetten naar de site. Ik heb hem niet eens van de site, ik heb hem uit de winkel. Maar ik heb hem zelf persoonlijk bij Intertoys vandaan. Dus daarna zal ik ook een linkje gaan zetten als hij toevallig op de site staat. Ik denk het wel. Maar daar zal in ieder geval een linkje van in de beschrijving staan. En natuurlijk zullen er ook andere links in de beschrijving staan naar mijn muziek. En ga dat zeker checken. Ik ben er weer een beetje mee aan de slag aan het gaan. En ik ben dit jaar best wel wat groots van plan ermee. En ik ga deze keer behoorlijk doorzetten. Dat weet ik wel al. Ik ben al behoorlijk aan het schrijven. Dus ga alsjeblieft ook checken, jongens. Super bedankt voor het kijken naar deze video. Hopelijk vonden jullie het leuk. Linkjes staan in de beschrijving nogmaals. En vergeet niet te liken en te abonneren. En ik zie jullie allemaal later. Wacht, ik weet nog een leuke manier. We pakken even een stok erbij. Wat dacht je daarvan? Even kijken. Welke stok hebben we? Überhaupt? We hebben die van Helmet. We hebben Helmet zijn stok. Oké, goed jongens. Ik zie jullie allemaal weer later.